En ik ben arm met sneezen. Afgelopen vrijdagochtend startte Marcus van den Berg, 50 lentes jong, de loop van zijn leven. Wat ging er mis, Harmen? De finish, die liep Marcus mis. Hij stond goed getraind aan de start, maar raakte door onbekende oorzaak zijn focus kwijt. Kijkt u met ons mee? Dit wordt de beste vrijdag tot nu toe. Marcus van den Berg staat aan de start van de loop van zijn leven. Kom je over de finish, dan ben jij de winnaar van je eigen levensloop. Hup, Marcus, hup. Laat de leugen niet in zijn handje staan. Koud, hè? Koud. Oh, Marcus. Oh, jongen toch. Oh, kijk nou toch uit, man. Hey, luister, man. Je bent ook geen tiener meer. Hoi. Kom op, 50. Daar is pas iets om trots op te zijn. Ja, en 50 kilometer is nog best wel een stukje. Hé, prima. Ignore. Jongen, ik ben nooit verstaard en ik heb er nu al geen zin in. Zie je wel, pap? Ik zei het toch, briljant idee voor jou. Ik ben er mooi een paar jaar straat mee. Ignore. Ignore. Ze hebben gelijk. Ik heb er de leeftijd en de energie niet voor. Nou, kom maar hoor. Doen we volgend jaar weer samen. Doen we hem op de stoffiets. Oh, wat zonde. Marcus van den Berg zat er plotseling niet meer zitten. Beste kijkers, op het nieuws op vrijdag hoort en ziet u het als eerst. Verhalen van mensen van hoe het kan gaan of hoe het had kunnen gaan. Voor de komende week gebruik uw energie goed. En weet naar wie u luistert. Ik ben Loretta Schrijver. En ik ben Harmen Sneezen. Tot mij op het week bij het nieuws op vrijdag. En hey, u kunt het leuk vinden. Of u kan het niet leuk vinden. Het is zo.